per jaar in Nederland 100.000 keer diagnose kanker. De kans op borstkanker is bij vrouwen 1 op 9. Bij mannen en vrouwen komt darmkanker 13.000 keer per jaar voor. Door vergrijzing verwachten we verdubbeling rond 2050. Ik heb mijn moeder verloren aan borstkanker en een van mijn zussen heeft het ook gehad. Ik heb begrepen dat er een soort sneltest komt, waardoor kanker in de toekomst eerder kan worden opgespoord. In het LUMC is een kleine groep onderzoekers heel gericht en succesvol bezig met kankeronderzoek. Noem ze spoorzoekers, ontdekkingsreizigers. Met behulp van bloedmonsters en eiwitmetingen brengen zij verschillende stadia van kanker in kaart. Idee achter een zoektocht is dat hoe eerder kanker ontdekt wordt, des te beter die behandeld kan worden. Toen ze mij verleden jaar vroegen of ik mee wilde werken aan dit onderzoek, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd. En nu geef ik 4 keer per jaar bloed in het LUMC. Dat is toch een geweldig idee, dat een klein beetje bloed levens gaat redden. De focus ligt op borstkanker, dikke darmkanker en alvleesklierkanker. Het ideaal waar ze aan werken is een eenvoudige test die laat zien of zich in het lichaam kanker of een voorstadium daarvan ontwikkelt. Het onderzoek van Team Livingstone staat onder leiding van professor Rob Tollenaar, chirurg en kankerspecialist in het LUMC. De test waaraan we werken brengt de verschillen in eiwitprofielen in het bloed van gezonde en zieke mensen in kaart. We vragen in het LUMC al jaren aan patiënten en hun begeleiders om een buisje bloed af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. We hebben daardoor een unieke collectie opgebouwd die het ons mogelijk maakt de eiwitten te determineren die kenmerkend zijn voor de verschillende kankersoorten. Tollenaar doet het natuurlijk niet alleen. Naast collega-onderzoekers is hij afhankelijk van de beste meetapparatuur om zogeheten biomarkers in kaart te brengen. Apparatuur waarin het LUMC de laatste jaren fors heeft geïnvesteerd. Dit hier is een zogeheten 15 Tesla systeem, de Rolls-Royce onder de massaspectrometers. Een van de krachtigste ter wereld, waardoor metingen uiterst nauwkeurig zijn. En vergeet ook hoofdonderzoeker Dr. Wilma Mesker niet, elke dag te vinden in het lab. We zijn inmiddels al zo ver met de ontwikkeling van de test dat we weten dat we boven de 90% betrouwbaarheid komen. Daarom willen we deze test graag toetsen op een grotere patiëntengroep. We zijn blij dat alle 8 academische centra en het Nederlands Kankerinstituut bereid zijn om bloed af te nemen bij hun patiënten. Dat vraagt dus nogal wat tijd en tijd is geld. Op dit moment hebben we zo'n 750.000 euro nodig voor de laatste stappen in ons grensverleggend onderzoek. Dit moet uiteindelijk resulteren in een eenvoudige bloedtest voor de opsporing van kanker die gewoon bij de huisarts kan worden afgenomen. Team Livingstone, dat zijn oorsprong heeft in de Leidse regio, maakt uiteindelijk de weg vrij voor betere behandeling van kanker wereldwijd. Het bedrag van 750.000 euro stelt de onderzoekers in staat verder te zoeken met een eenvoudige vroege opsporingstest als doel binnen handbereik. Hierdoor kunnen borstkanker, dikke darmkanker en alvleesklierkanker eerder worden vastgesteld, met een aanzienlijk grotere kans op genezing. We zijn iets groots op het spoor, maar we zijn er nog niet. Namens Team Livingstone en de patiënt, heel erg bedankt voor uw steun.